Het is moeilijk om een prognose te doen over de economische situatie van Suriname vanwege de schommelingen van de koersen. Dit zegt de voorzitter van de VES, Winston Ramotasing. Hij geeft aan dat de hoogte van de koers afhankelijk is van diverse factoren, zowel nationaal als internationaal. Maar vooral welk vertrouwenwekkend beleid gaat die overheid uitvoeren? Want praten over koerszakken en dat soort dingen, moet je niet naar Parijs. Het gaat om de daden, de daadkracht van de regering, om die economie die ziek is gezond te maken. Dus ik verwacht op korte termijn geen verbetering, moet eerlijk zijn. Maar op langere termijn, als we maar de goede dingen doen, en met name de overheid daarin voorop loopt en het goede voorbeeld geeft, dan komen we er wel uit. Welk advies heeft de vereniging nu voor de nieuwe governor van de Centrale Bank? Nou, we zullen binnenkort een gesprek met de governor aanvragen en ook de regeringscommissaris. Wensen we natuurlijk alle succes toe. Belangrijk voor ons is een stabiele koers, dat vertrouwen wekt, dat ondernemers weer laat investeren, dat de economie weer kan groeien en dat de consumenten een betere positie, een meer stabielere positie hebben, dat ze meer zekerheid hebben over de toekomst. Dat is wat we nodig hebben en dat is in handen van de monetaire autoriteiten. Zij bepalen of we gaan groeien of als we gaan huilen. De VES wenst Kirpalani veel succes toe in zijn functie van president-commissaris van de Raad van Toezicht van de Centrale Bank. Belangrijk is niet de persoon, belangrijk is welk beleid gaan ze daar uitvoeren. En het beleid dat gericht is op monetaire financiering, zoals door minister Hoefdraad in het parlement is uitgesproken, is een verkeerd beleid. Dus als ze dat van plan zijn, gaan ze de vrienden van economisten op hun weg vinden. We gaan dat niet accepteren deze keer. We hebben het vorige keer geaccepteerd op een of andere manier. Deze keer gaan we hard er tegen ingaan. Als ze van plan zijn de goede dingen te doen, met name het saneren van die structurele onevenwichtigheid bij de overheidsbestedingen, dan zullen we ze supporten. Tot zover Winston Ramotasing, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname. We spraken hem onder meer over de aanstelling van de nieuwe president-commissaris van de Centrale Bank.